De Vleeskeuringmeestersvereniging Suriname heeft woensdag haar acties opgeheven, zegt vleeskeuringmeester Robert Carto Mohamed in gesprek met onze redactie. De vereniging was vanaf 1 januari 2023 in staking naar aanleiding van de niet nagekomen afspraken tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het bestuur van de vereniging. Carto Mohamed noemt het bereiken van het hoofddoel, de herwaardering, een opluchting. Nou, hoe hebben we besloten om die staking op te heffen? Vanwege het feit dat de doelen bereikt zijn, als het ware. De hoofddoel was die herwaardering. Die hebben we inmiddels de beschikking in handen gekregen. En de attributen kwam nog, die was nog geregeld. Maar ons hoofddoel ten aanzien van herkeuring, die is wel gerealiseerd. Daarom zijn we het werk weer aan het starten. Vanaf gisteren zijn we in de runderhal en vandaag zijn we begonnen bij de varkenshal. De vleeskeuringmeester zegt dat de dagelijkse werkzaamheden uitdagend blijven. Desondanks zegt hij opgelucht te zijn dat onze gezondheidssector op dit gebied niet langer in gevaar is.